Partij voor de Dieren groeit. En ook Pink groeit. Heel mooi. En voor de penningmeester betekent dit meer leden en meer inkomsten. De penningmeester ziet erop toe dat al de lidmaatschappen goed en misschien zelfs beter geadministreerd worden door een andere vrijwilliger. En de penningmeester ziet erop toe dat de inkomsten ook uitgegeven worden. Waar gaat het dan uitgegeven worden? Hoe geven we onze groeiende vereniging vorm? Met wat voor acties en met wat voor activiteiten? Lijkt het jou leuk om hier samen met de rest van het bestuur over na te denken? En lijkt het jou leuk om de financiële administratie uit te voeren en voor verantwoordelijk te zijn? Dan is het misschien wat voor jou om de komende 2 jaar de nieuwe penningmeester van Pink te worden. Nog een paar toevoegingen doe ik over wat jouw bezigheden dan zouden zijn in het filmpje. Jij begeleidt de penningmeesters van alle afdelingen van Pink. Je zet samen met jouw bestuur beleid uit, bijvoorbeeld met de begroting. Je ondersteunt en geeft richting voor een degelijk financieel beleid. En je bent een volwaardig lid van het landelijke bestuur en kernbestuur. Jaarlijks maak je een jaarafrekening om verantwoording af te dragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties, welke moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Dit te produceren als gevolg van jouw boekhouding is je meest complexe taak. En gelukkig werk je daarin samen met een accountant met jarenlange ervaring, die jou ook controleert. En gelukkig is er jarenlang kennis opgebouwd. Heel veel succes alvast. Solliciteer deze maand nog en wellicht controleer ik jou volgend jaar vanuit de kassencommissie.